Omroep Brabant. Boekendame Wilma, die is op vakantie. Maar ik heb gewoon vervanging gevonden, hoor. Want een goede boekentip, daar kunnen we niet zonder, vind ik. Dus daarom naar Theo Barkel uit Rijen. Die heeft zijn eigen uitgeverij Mac. Je neemt waar, Theo. Een goede middag. Goedemiddag, Eefke. En een van de schrijvers die jij uitgeeft is Thijs Teng. Nou vind ik daar alleen al lekker allitereren. Maar dan denk ik, eet die beste mens ook echt zo? Nee, het is niet zijn echte naam. Het is een pseudoniem. Mm-hmm. Maar dat heeft ook een beetje gedaan dat zijn eigen naam wat aan de lange kant was en domweg niet op het boek paste. Uh-huh. Dus dat is sowieso, neem het lekker kort, Thijs Teng, lekker plat. En nou ja, met die naam gaat hij al vanaf de jaren 70 door het leven. Dus het is weer iemand die ook echt al een hele tijd meegaat. En ook ontzettend veel geschreven heeft, want de teller staat op 100 plus. Ha. Ja, het exacte aantal weet ik niet. Ik weet niet zelf of hij dat zelf weet. Maar het zit op dit moment dik boven de 120. Het is zeg maar wat volume betreft vergelijkbaar met Stephen King. Dat is ook zo'n ontzettend productief mens. Ja. Oh, goed. En schrijft hij altijd in dezelfde hoek ook nog? Of is hij ook heel divers als schrijver? Hij is redelijk divers. Zijn science fiction en Giezel, dat heeft wel zijn voorkeur. Daar is hij in de jaren 80 ook bekend mee geworden. Want samen met Paul van Loon en Luis van Ede heeft hij in het Giezelgenootschap gezeten. Mm-hmm. En toen heeft hij ook ontzettend veel hele leuke boeken voor kinderen geschreven. Dus ook Giezel, maar dan het wat meer verdraagbare soort. Ja, voor kleine kinderen kun je er nog wakker van liggen. Want daar ken ik hem van inderdaad. Mijn broertje en ik leenden dat bij de bibliotheek in Rukven. En lazen dat dan voor. Oh, super spannend joh. Oh. Ja, het is een enorm fantasievol schrijven. Ik heb hem in mijn jeugd ook altijd enorm bewonderd. Mm-hmm. En ja, hetzelfde geldt voor mijn kinderen. Dus het gaat van generatie op generatie op dit moment zelfs. En dan zit hij nu dus inderdaad bijvoorbeeld bij jouw uitgeverij. Nou ja, voor kinderen was het echt spannend genoeg. Gelukkig dat hij niet zo eng schrijft als voor volwassenen. Want anders had ik denk ik 3 jaar niet meer geslapen. Wat heeft hij nu uit waarvan jij denkt, mensen, check dit zeker van hem? Hij is heel goed in parallele werelden. En zijn nieuwe boek heet Welkom, mijn prooi en andere verhalen van de Cirkelzee. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wat je net al een beetje zei. Het gaat terug tot sprookjes uit 1001 Nacht. Mm-hmm. Dus een beetje gebaseerd op de illustraties van Anton Pieck. Maar Anton Pieck is dan meer de lieflijke en wonderbaarlijke kant van het geheel. De sprookjes die Thijs heeft geschreven, die zijn iets minder lieflijk en meer magisch. En met hele lastige djinns, dwarsliggende tovenaars, schone deernis. Dus ja, je kan echt van alles verwachten. Ja, even voor de goede orde, een djinn is een geest, hè? Uit zo'n wonderland bijvoorbeeld, hè? Ja. Oké. En dat 14 losse verhalen, dus je kan hem in één keer lezen, maar je kunt het ook gewoon in etappes tot je nemen. Jezelf op een dieet zetten, als het ware. Ja, is hij zeker te doen. Het valt niet mee, moet ik heel eerlijk zeggen. Als je eenmaal begint, dan word je meegesleept. En voordat je het weet, is het 7 uur 's ochtends en heb je het boek uit. Oeh. Oh. Maar het is uitstekend los te lezen op zich. Het zijn losse verhalen die in dezelfde wereld afspelen. En het is wel een hele aparte parallele wereld. Want het is gebaseerd op een islamitische overlevering, waarin koning Salomon een gevecht heeft met de djinns. Mm-hmm. En dan dreigt hij te verliezen. Nou krijgt hij het vlammende zwaard van de aartsengel Michael. Zo, je kan maar inderdaad een zwaard krijgen. Dat is wel het beste. Als je dat toch eens moet nemen. Hè? Ja, dan? En dan slaat hij een heel groot gat mee in Arabië. Mm-hmm. En dat gat wordt de Cirkelzee, dat staat bol van magie. En daar spelen alle verhalen zich dus af. Oké, dus vandaar, dus we kennen dan stukjes uit onze wereld dat je denkt, hè, uit de verhalen inderdaad, de sprookjes, de 1001 Nacht. Maar hij doet er wat anders mee. Maar dit is echt niet om aan kinderen voor te lezen, dan denk ik, hè? Nee. Nee, ik zou het niet direct doen. Nee. Of dus je moet een kind hebben wat het echt wat het goed tegenkent, maar ik zou een paar jaartjes wachten. In ieder geval voor degenen die zich echt even een andere wereld willen wanen. Want dat vind ik altijd zo ontzettend fijn, Theo, aan boeken. Dat is gewoon vakantie in je hoofd. Nou. Ja, precies. En bij deze gaan we dan op vakantie naar de Cirkelzee met dat boek dus van Thijs Teng. Het is bijvoorbeeld te vinden via jullie website en die is te vinden onder uitgeverijmac.nl. Tada! En voor volgende week dan bedenk je weer iets anders, hè? Want je nog 2 weken om de honneurs waar te nemen, Theo. Ja, kijk, dan hebben we voor volgende week alvast weer een heel mooi boek op de planning staan. Ik hoor toch wel wat het gaat worden. Dankjewel en tot dan. Theo, au revoir.
De beste muziek uit onze provincie hoor je bij Omroep Brabant. En deze...